jongens, dit is een perenboom. En in Ruinewold hebben ze de lekkerste peren. Oh, en weet je wat ik zo lekker vind aan die peren? Meer wel. Ze zijn zo lekker. Peren. Wat is een peer? Een peer. Dit is een peer. Daar moeten we veel peer van weten. Peer. Daar moeten we meer van weten. Maar dan kunnen we mooi naar de kasten over. Ja, de kasten over. Daar weten ze meer van. De kasten over. Daar is meer. Hoera, hoera. Hier weten ze alles van peren. Oh, lekker. Peren. Peren. Ja. Oh. Hey, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, mooi. Ja, mooi hè. Wat komen jullie doen? Ja, wij komen controleren of alles al goed is in Ruinewold. Ja, het is peren goed in Ruinewold. Wij willen ook alvast alles weten over peren. Peren. Ja. Ik vind peren zo lekker. Mogen erin. Kom maar even binnen. Ja. Oh, we gaan naar binnen toe, Piet. Oh, kijk nou. Nou, kom maar, dan ga ik jullie laten zien wat je allemaal met peren kan. Ja, maar Peter. Ik wil je nog wat anders laten zien. Ja. Want hier is de beddensteen waar Sinterklaas mag slapen straks. Ah, dat is altijd op 4 december, hè? Oh, ja, slapen, ja, dat is Sinterklaas. Mogen we er slapen? Oh, dan gaan wij slapen. Alleen Sinterklaas. Ja, maar terug naar die peren, hè? Kunnen we al wat eten? Maar weet je waarom al die perenbomen hier staan? Vertel. Nou, die zijn in 1925 hier langs de weg geplant. Langs de Dr. Larijweg. En er staan er wel 1100. Hè? Zoveel? Zoveel perenbomen. Oh, weet je dat je hele lekkere dingen kunt doen met peren? Ja, peren. Eet. Nou, kom op. Gaan we die kant op. Ik vind het wel lekker. Piet! Hij moet gewoon open. Piet! Eerst open de deur, dan mag ik. Peren eten, zien wat je allemaal met peer kan doen. En daar heb ik meneer Koekenpeer, onze chefkok, voor. Oh, Koekenpeer! Ik heb vandaag voor jullie heel speciaals gemaakt, allerlei lekkere dingen met peer. Oh, lekker! Oh, lekker nog peer. Is dat goed? Zullen we maar beginnen? Ja! Ben je er klaar voor? Ja. Nee, we gaan deze kant langs. Nee, we gaan deze kant langs. Dank u wel. Alsjeblieft. Oh, dit is lekker. Ja? Nee. Op! Heb je nog peer? Ik heb nu een gevulde pannenkoek gevuld met noten en geblust met een lekkere perenlikeur. Kom maar. Ietsje meer. Perenbomen. We gaan het straks ook lekker. Dit is ook lekker. Heel lekker. Als er nog overblijft, is het voor mij. Op. Tik. Dat is op. Tik. Chef, koekenpeer. Oh, lekker. Heb je misschien ook wat te drinken? Wat zouden jullie graag? Een perensap? Ja, perensap. Ja, heerlijk. Perensap. Ja, dan doen we een bekertje. Kijk, ik heb een heel goed jaar perensap. Oeh, lekker. Piet, doe nog een beetje rustig aan. Piet, doe nog rustig aan. Piet, straks krijg je buikpijn. Straks krijg je buikpijn. Drink maar lekker door hoor. Heb je nog meer? Nou, leuk dat je vraagt of we meer hebben. De moeder van Luna en Noah Lin, hier in Ruinewold. Die hebben een speciale speculaas perentaart voor jullie gemaakt. Oh, lekker! Kijk eens. Wij zorgen ook altijd goed voor de kinderen. Iedereen moet een stukje. Klein stukje. Ja, heel klein. Piet, klein stukje. Klein stukje. Ah, Piet. Daar voorzichtig. Gaat niet goed, Piet. Ja, we gaan het gewoon goed. Gaan goed. Maar we moeten straks nog wel even rennen. Eén hapje. Zo kan we eten. We hebben genoeg aan, Piet. Ja, we hebben eigenlijk wel genoeg. Straks zak je door het dak heen, Piet.
Ik heb nog een hele lekkere perentaart. Van Mariska, van Miss Baksels. Die heeft voor jullie speciaal voor jullie nog een hele mooie perentaart gemaakt. Oh, lekker. Oh, dat willen wij ook. Dus ik mag proeven. Perengroen. Lekker. Perengoed. Ik ben wel een beetje bezorgd om je, Piet. Maar je eet wel een beetje veel peer. Ja, het is zo lekker. Maar je moet een beetje voorzichtig doen, anders word je misschien misselijk en dan krijg je buikpijn. Ja, wel netjes recht snijden, hè? Goed snijden, want hij is zo mooi. Snijden. Oh, mooi. Oh! Kan nog wel een heel groot stuk van op. Dankjewel. Oh, niet te groot, jawel, ja, kan nog een heel groot stuk. Heel Piet. Piet, maar ik zou niet alles opeten. Oh, ik heb dit nog nee, wel even. Niet alles opeten, Piet. Piet, genoeg. Piet, genoeg. Piet. Oh, Piet, wat heb je toch veel gegeten? Ja. Maar ik heb nog een lekker toetje. Een stoofperentaart. Oh. Die heb ik speciaal voor jullie gemaakt. Ja. Ik ben heel trots, want met deze stoofperentaart heb ik de perenbakwedstrijd van Ruinewold gewonnen. Oh. 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 Jullie eten niet zo heel veel, hè? Rustig aan, Opie. Doe nou rustig aan. Rustig aan. Rustig aan. Goh, het is echt lekker. Gefeliciteerd met je prijs. Ja, echt lekker. Piet. 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 Piet is een beetje ziek. Ik voel me niet zo goed. Ik ga naar bed. Ach, ah nee. Ik loop nee. wel eventjes met Piet. Je mee. Gaat het wel? Kom maar, Piet. Ik breng je wel naar bed toe. Oh, ik heb zo'n perenbuik. Piet, het is zere buik. Oh, ik moet echt naar bed. Ik kan geen peren meer zien. Ga maar lekker liggen. Dan ben je morgen weer helemaal de oude. Ja. Slaap lekker, Piet. Rustig wakker maken. Goed. Hier is hij wel. Piet. Piet, wakker worden. Piet, word Piet. Wakker. Piet, wakker worden. Piet. 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 Oh. 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 Piet, wat is er? Piet, wat doet er niet zo gek? Wat is er gebeurd? Waarom doe je dat? Piet, kijk dan. Wat is dit? Rustig, Piet, rustig. Rustig. Ik ben groen. Ik ben groen. Ja, ik ben heel groen. Maar je bent nou groen. Groen, Piet, groen. Groen. Wat nu? Hij is nou groene Piet. En nou moeten we hem even een oplossing vinden. Om jou weer goed zwart te maken. Ja, maar boos als hij Piet zo ziet. Ik kan zo toch niet naar de intocht? Nee. Oké, wat moeten we doen? Help. Help. Hier in Ruinewold. Ja, ik weet wel iemand. Als jullie een probleem hebben, dan moeten jullie bij de Gieze Wildeman zijn. Gieze Wildeman. Dat is de Gieze Wildeman. Gieze Wildeman. En die woont ergens daar in de Perenbuurt. We gaan niet vertellen wat het probleem is. Nee. Heel groot. Nee. Bedankt. Dan gaan we daarheen. Oké. Kom.
vader zijn? Geen idee. Wat een vader. Wat is zo moe ook. Geen idee. Als we hem niet vinden. Ja. Als we hem niet vinden, dan wordt het nooit weer anders. Nee. We moeten hem echt vinden. Zijn jullie allemaal moe? Ja. Jongens, kijk eens wat staat. Giezen. Wilderman. Goed zo! Maar waar dan? Ik zie daar wel een deur. Dat is een heel klein huis. Eens kijken. Ja, wat is het probleem dan? Dit is het probleem. Wat is er met jou gebeurd, jongen? Ik ben helemaal groen! Wat heb je gegeten dan, man? Ik heb heel veel peren gegeten. We waren bij de kastenhoep en we hebben zoveel peren gegeten. Ik vind het zo lekker, maar nu ben ik groen en ik kan toch zo niet naar de intocht? Ja, nee, natuurlijk niet, man. Wat moeten we doen? Relax, jongens. Jullie moeten alles met peren gaan doen, jongen. Peren? Wat moeten we met peren doen? Ga bijvoorbeeld galopperen. Galopperen. Waar kunnen we galopperen? Bij de ijsboerderij kunnen we hebben ze paardjes? Hebben ze paarden. Dus daar kunnen we galopperen. 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 Daar kun je galopperen. Ja! Daar gaan we galopperen. Kom niet! Ja! Peren! Hier moeten we peren! Galopperen! Ik hou van peren! Hier gaan we galopperen. We gaan hier galopperen, Pieter. Wat moeten we nu doen? We gaan gewoon terug naar de Wilderman. Goed, we gaan terug naar de Wilderman. Ja, hier. Wilderman, het werkt niet. Kijk dan, hij is nog steeds groen. Rustig jongens, jullie kunnen nog veel meer met peren doen. Steeds groen. Jullie kunnen bijvoorbeeld lekker gaan... Hier kunnen we knipperen. Oh, wil je mij knipperen? Ja, zeker, zeker. Kom maar zitten. Knipperen. Ik ben peren mooi van. Volgens mij werkt het niet. Het werkt ook niet. Even kijken hoor.
Nee. Nou, dan moeten we maar gaan knipperen. 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 Ja. Met de ogen. Knipperen. Zo, zo. Ja, knipperen. Zo, even allemaal knipperen. Ja. Wat moeten we nou? We gaan terug naar de Wildeman. Kijk, mijn haar zit wel goed. Nou, inderdaad. Maar jongens, peergoed. Peergoed. We kunnen ook gaan lekker gaan wapperen. Oftewel, wapperen. Wapperen? Wapperen. Zo. Wapperen. Zo. Wapperen. Ja, zo. Even nadenken. Ja, inderdaad. Dan gaan we dat proberen. Waar kunnen we een vlag halen? Een vlag. Zoeken. Zoeken. Kunnen we eigenlijk niet zeggen, maar wij moeten iets hebben om mee te wapperen. Papieren. Een vlag van Rudolf. Rudolf, perengoed. Ik heb een grote en een kleine. Maar deze is helemaal goed. Ja? Ja, deze wel. Ja. Dankjewel. Nee, dat meen je niet. Moeten we nou? Ja, weer terug naar de Wildeman. 1, 2, 3. Dat lukt niet. Hij is nog steeds groen. En wat moet Sinterklaas hier nou van zeggen? Jongens, chill jongens. Jullie kunnen ook gewoon lekker gaan kamperen. Kamperen. Kunnen we niet gewoon naar een hotel of zo? We moeten kamperen. Willen we Piet weer zo zwart als rood krijgen? Ja, zo zwart als rood. Die kant op. Rennen. Kom Piet. Met z'n allen bij elkaar. Kamperen. Weet je wat ik denk? Die Wildeman, die neemt de Pieter even gewoon keihard in het beertje. Hij laat ze gewoon allerlei dingen doen. Galopperen, knipperen, typeren, wapperen, kamperen. En niks helpt. Piet is nog steeds zo groen als een peer. Piet moet toch echt voor de intocht weer zo zwart als roet zijn. Als Sinterklaas erachter komt, hebben we een groot probleem. Ik ben ontzettend benieuwd wat de Wildeman de Pieten nog meer laat proberen. Blijf de avonturen volgen van de Pieten in Ruinewold. Ze hebben jullie hulp nog heel hard nodig. Check de filmpjes op ruinewold.info of op de Facebookpagina Sinterklaas in Ruinewold. Tot de volgende keer!